Pedro van der Zande is 20 jaar jong en in topconditie. Tenminste, qua houtbewerken dan. Hij is namelijk niet alleen Nederlands kampioen houtbewerken. Laatst is hij op het EK ook nog eens vijfde geworden. Hoe is de Europese top op houtbewerkingsgebied? Nou, die ligt wel hoog, hoor. Dat ligt echt hoog. Dat is echt, Spanjaarden doen heel veel met de hand. Ja, die kunnen het ook met de hand, zijn ze wel verdomd handig, hoor. Ja, wat zijn gevaarlijke houtconcurrenten? Finland, Estonië en dan krijg je Spanje. Ik heb een heel romantisch beeld, hè? Bij houtbewerken. Dan denk ik aan met de hand en timmeren en hamers en spijkers. Maar er is volgens mij niet helemaal... Ja, er is al veel minder hout tegenwoordig. Ja, nu wordt heel veel met de machines gedaan, hè. Je maakt bijna elke verbinding, kan je bijna tegenwoordig met een machine maken. Maak jij nog wel eens wat met een hamer en spijkers? Ja, spouwlatten. Het verschil tussen de eerste en de vijfde plaats, want jij bent vijfde geworden bij het, NK, bij het EK. Waar zit hem dat dan in? Ja, er zit hem in. Ja, misschien, die ene heeft misschien net een lijntje net erop staan als mijn. En ja, dat scheelt dan weer een halve punt of zo. En als je dan een paar dingen zo hebt, ja, dan scheelt het een paar punten. Ja, dus dat kan echt in een halve millimeter zitten, bij wijze van spreken. Ja, bij wijze van spreken wel, ja. Wat voor punt zou je hier nou voor krijgen? Voor deze? Zou je weten, een 8 denk ik. Een 8 of een 9. Waarom geen 10? Dat, ja, we dit, ja, hoe moet ik zeggen, net deze lijm laat een beetje los hier ook. Een klein beetje. Ja, en dat zien ze dan gelijk. Dat wil jouw baas ook niet zien, natuurlijk. Nou, dat mag niet zo luid, hoor. Inkrozen. Waarom niet? Ja. Nou, moet ik pakken dan. Nee, joh, ben je kampioen aan het werk, maar het ziet er niet zo heel nauwkeurig uit. Hij ja, wil niet echt. Ja, dit is een ding, hè. Dit is een raam dat we afhangen. Dat dus zie je niet zo. Als er een half millimeter verschil zit, dan zie je niemand. En? Daar zit ze erin. Klopt die? Ja. Hij klopt. Een beetje gaatje dichtstoppen. Voor kneepbaar hout. En dan kan die gespoten worden. Ze zien er voor mij eigenlijk allemaal hetzelfde uit. Wat is nou het leuke hieraan, aan dit werk? Veel afwisseling. Je maakt niet altijd hetzelfde, je maakt iedere keer wat anders. De ene keer maak je een wasvastkozijn, de andere keer maak je weer een deur, dan maak je weer een raam. Ja, het is iedere keer anders. Kijk even op omroepbrabant.nl/dasdegevoel. Wij is dat werk is verder, waar de wiezen Brabantse gevoel.